Hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben lekker vroeg opgestaan vandaag. Ik heb een beetje school gemaakt. Ik heb koffie gedronken op mijn gemak. En ik ga nu even richting Zoetermeer. En daar ga ik deze nagels fixen. Gisternacht heb ik echt zo hard gejankt. Je wil niet weten. Ik heb dus het nieuwe liedje van Selena Gomez ontdekt. En ik heb echt gejankt, jongen. Ik vind het echt een heel goed nummer. Ik heb het over dit nummer. Jullie moeten hem echt gaan luisteren. Als jullie zin hebben om te janken. Ik ben niet zo gevoelig. Ik jank nooit om liedjes. Maar ik vond het echt. Oh, ik ben er aangekomen. Ik heb het liedje onderweg de hele tijd op repeat gezet. Gewoon. Zo'n heerlijk nummer. Zo, ik ben net klaar met mijn nagels. Ik ben echt super happy. Wat een verschil met before en after. Ik haat mijn vingers, maar ik vind mijn nagels echt heel mooi. Dat ik ze even show aan jullie. Love it! Ik ben nu bij de Mickey in Zoetermeer. En ik ga even lekker een cappuccino halen. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben net thuis. Ik heb natuurlijk net mijn nagels gedaan, zoals ik net liet zien. Toen heb ik een koffietje gehaald en nu ben ik thuis. Toen ben ik onderweg gebeld weer. Want ik wil eigenlijk vandaag ook een pedicure doen. Want ik heb maandag ga ik met Nessie mee naar de MTV EMA's pre-party. En ik wil natuurlijk wel een pedicure hebben, anders is het echt lelijk met open schoenen. Maar we hadden maar één afspraak ingepland. Dat was eigenlijk alleen maar voor mijn handen. En toen zou ze nog even kijken of ze plek had. En ze belde me dus onderweg van, oh mijn god, man, er is nog een plek uitgevallen om 4 uur. Dus ik moet zo weer terug. Maar ondertussen heb ik nog een uurtje of zo. Maar ik ga dus even heel goed schoonmaken. Hier, ik ga even stofzuigen. Er liggen weer haar overal. Ik heb 3 pannen die ik nog moet afwassen. En gewoon een beetje iets frisser maken hier. En dan ga ik weer richting Zoetermeer. Ik was aan het schoonmaken. Ik ga net weer wc-rollen pakken. Toen kreeg ik een pakket voor Nessie. Helemaal top. Tegenwoordig krijgt die man echt veel meer pakketjes dan ik. Tiener! Papa ijdel, hè? Als er iets is dat ik haat, dan is het stofzuigen. Oh, nu even tijd om te dweilen. Oh, dat geeft me zo'n goed gevoel. Oh mijn god, dat meen je niet. Lira, nee! Waarom doe je dat? Ik heb het hele huis schoongemaakt. Ik ga nu even mijn schoenen aandoen. Lira is letterlijk overal doorheen gelopen. Volgens mij ga je straks allemaal haar pootjes zien. Maar ja, goed, ik heb echt geen tijd om het opnieuw te doen. Ik wil eigenlijk mijn haar fixen. Maar ik heb er geen tijd mee voor. Dus ik ga gewoon even snel heen en weer. Volgens mij komt Nessie ook zo thuis, dus ik mis ik hem. Hij komt rond 4 uur thuis. En dan blijft hij even. Volgens mij gaat hij even slapen. Daarna heeft hij een show. Dus ik denk dat we elkaar gaan missen. Daar baal ik wel een beetje van. Ik moet eigenlijk nog de vaat doen, maar ik heb daar nog 3 pannen staan waar ik echt van baal. Volgens mij nog een paar borden hier. Maar dat doe ik daarna wel. Ik zit weer in de auto. Oh, ik heb echt zoveel trek. Ik besef dat ik echt nog niks heb gehaald. Het is 4:30. Ik heb echt zo erg trek. Ik denk dat ik even bij de tank ga stoppen. Want ik denk dat ze er wel een uurtje over doet om mijn teennagels te doen. Anders kom ik daarna er echt hongerig uit. Ik had echt geen flauw idee wat ik moest nemen. Dus ik heb maar een wrap genomen met kip pesto. Want anders moest ik weer een friet of een snack of zo nemen. Ik wil toch iets gezonder eten. Net thuis. Zoals verwacht is Nessie dus gaan slapen. Ik denk dat hij echt heel erg moe is. Van de afgelopen dagen heeft hij heel veel opnames gehad. Ik wil eigenlijk gewoon daarnaast gaan liggen en gewoon gaan slapen. Maar dat is niet de bedoeling. Ik denk dat ik even naar de Albert Heijn ga om te kijken wat we gaan eten vandaag. Echt heel slecht. Ik ging op de bank liggen omdat het buiten al zo donker is. Ben ik gewoon in slaap gevallen. Balderecht. Ik ga even mijn katjes eten geven. Want die zijn volgens mij heel boos. Hallo? Hallo? Hebben jullie honger? Ja, mama ging slapen. Hè? Kom. Kom daar. Blokjes? Jongens, Leslie is inmiddels wakker. En we zijn naar de Albert Heijn samen geweest. We hebben even eten gekocht. Ik moet heel snel koken nu, want Nessie gaat zo met een 1/2 uur of zo al weg. Ik weet niet. Oh mijn god. Oh, dit is ons eten van vandaag. Lekker. Heerlijk. Zo, we hebben inmiddels gegeten. Toen heb ik heerlijk gedoucht. Ik ga even nog crème smeren nu. Nessie is weg naar de show. Oh ja, ik wil nog één ding zeggen. Hè. Ik had dus laatst in mijn vlog gevraagd hoe je latte moet uitspreken. Als latte
of als latte. En heel veel mensen zeiden van ja, nee, je moet het echt uitspreken als latte, dit en dat. En toen was ik dus laatst weer naar Starbucks toe. En toen ging ik dus een latte bestellen. En toen zei die medewerker zelf latte. En toen zei ik tegen haar van hoe spreek ik het nou uit? Toen zei ze ja, latte. Dus ik snap er helemaal niks meer van wie er nou gelijk heeft. Ik weet, als een Starbucks medewerker het zo uitspreekt, dan snap ik er helemaal niks meer van. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En Nessim is vandaag eindelijk vrij. Wij gaan lekker vandaag even de stad in. Het is al best wel aan de late kant door. Dus denk ik rond 2 uur of zo. Dus we gaan niet zo vroeg de stad in. We moeten even nog langs Bijenkorf en langs de Zara. Want morgen gaan we naar de MTV EMA's pre-party. En ik heb al een outfit gescoord, maar Nessim nog niet. Maar ik ga gewoon echt heel simpel. Ik wil eigenlijk alleen nog accessoiresputjes scoren. Zoals schoenen en sieraden. Ik weet niet of ik het ga vinden, anders hou ik het gewoon echt super simpel. Ik heb gewoon een zwarte jurk, want de dresscode is black time. Dus ik ga gewoon in een zwarte jurk. Ik heb wel voor velvet gekozen, want ik vond het echt heel erg mooi. Dus daarvoor ben ik gegaan. Misschien dat ik het later in deze vlog nog even laat zien. Maar het is een beetje onze doel vandaag. Voor de rest is het mijn outfit van vandaag. Ik heb vandaag een broek aan van Boohoo. Het is lekker wijd, dus dan heb ik er niet zoveel last van. Als ik zit of eet. Ook een truitje van Boohoo, En schoenen zijn volgens mij van de Bershka vorig jaar. Ik weet niet waarom, maar de laatste tijd ga ik voor broeken die zeg maar iets groter zitten. Zodat ik me ook gewoon comfortabeler voel. Want als deze ietsjes kleiner was, dan zat hij eigenlijk veel mooier. Kijk, dan zat hij echt zo. Maar nu is hij iets wijder. Maar dan denk ik van ja, dan kan ik gewoon lekker zitten en alles doen op mijn gemak. Het zit wel iets minder mooi, maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. We zitten in de auto. En ik ben vandaag echt zo heerlijk wakker geworden. Jongens, er is vandaag iets gebeurd. Jullie gaan het echt niet geloven. Wat dan? Ik was dus aan de wc. En toen hoorde ik wat in de keuken. Toen dacht ik, huh? Toen kwam ik de keuken in. En Nessie was gewoon vanuit zichzelf de vaat aan het doen. Het komt echt nooit voor me. Ik ben echt zo trots op je. Ik ben echt zo blij met jou vandaag. Dat was gedaan. Ik ben echt blij met jou vandaag. Hij doet het echt nooit de vaat. Toen dacht ik van, huh? Waarom komt dat geluid vandaan? Toen was hij gewoon de vaat aan het doen en Friends aan het kijken. Ik ben echt trots op je. Je moet elke dag Friends kijken en dan de vaat doen. Ja, elke dag heb ik beloond. Nee, maar ik vind het echt leuk. Ik ben wel meer te helpen in het huis. Ja, ik ben echt heel erg blij ermee, moet je eerlijk zeggen. Dat maakt mijn leven weer een beetje wat beter. We zijn alweer thuis en ik heb lekker chili con carne gekookt met rijst. Dus ik heb hier echt zin in. En ik heb cola zero gehaald. Zo, ik heb heerlijk gedoucht na het eten. En toen is... Wow, sorry! Oh, sorry! Oh, ik heb die nou per ongeluk pijn gedaan. En toen is Nessim dus weggegaan even naar kantoor. Want hij moest nog een paar dingen doen. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik vandaag allemaal heb gehaald. Ik laat jullie even als eerste zien wat mijn outfit wordt voor morgen. Het is een heel... Dan beginnen al mijn katten. Het is een heel simpel jurk. Die heb ik bij Nelly gekocht. En je ziet het niet echt op camera. Maar het is een velvet stof. Suède. Ja, suède is het. Niet echt suède, maar zo heel licht. Het is gewoon een zwarte, simpele jurk. En hij komt tot onder mijn knie. Hij is echt gewoon heel mooi en simpel. Precies wat ik wou. En dit is de achterkant, zo zie je het beter. Yes. Een beetje sexy. En ik ben vandaag dus naar de H&M gegaan. En toen heb ik dus deze plak BH gekocht. Die je in principe ook gewoon bij de Primark kan halen. Maar er is geen Primark in de stad. Dus heb ik hem even bij de H&M gehaald. Die kan je dan zo plakken op je borsten. Moet ik deze strip weghalen en dan plakken. En dan houdt het alles een beetje bij elkaar. Geen gekke inkijken of gekke tepels. Daar heb ik geen zin in. En, dit is echt wat ik heel graag wou. Ik heb bij de Zara deze twee kettingen gehaald. Dit is zilver en dit is met goud. En ik ben aan het nadenken welke ik wil dragen. Ik denk dat ik toch voor deze ga, maar deze is iets simpeler. Op beeld vind ik nou ook deze veel mooier. Maar ik ga of deze dus bij de jurk dragen.
Heel mooi. Ik heb trouwens geen schoenen kunnen scoren, maar ik denk dat ik gewoon heel simpel hieronder ga doen. En oh ja, ik heb een blazer gekocht bij de Zara. Ik laat jullie ook even zien. Ik heb maar even de licht aan gedaan, anders zag je echt helemaal niks. Maar dit is mijn blazer voor bovenop. Ik vond het echt een heel mooie nette blazer. Yes, in deze licht kan je het beter zien. Dit is de blazer. En I like, hij is super netjes en past perfect bij mijn jurk. Ik heb deze blazer in maat M. En hij kost €59,95. En de twee kettingen. Ik weet echt niet voor welke ik ga. Ik ben wel echt blij dat Nessie een blouse heeft gevonden. Anders matchten wij echt totaal niet bij elkaar. Dan wou die meer sportief gaan, zeg maar. Maar nu zijn we wel meer een match. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik was net een uur lang aan bij mijn vriendin en toen zei ik tegen haar van wacht even, want ik moet nog even vloggen wat ik heb gehaald vandaag, want ik ben aan het vloggen vandaag. Dus ik ga nu weer even bellen, ik ga even een lekkere koffietje maken voor mezelf. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik heb ook echt zin in een smaakje in mijn koffie vandaag. Ik heb nog karamel, hazelnoot. Oh, ik kan niet kiezen, ik vind het ook echt veel lekker. Voor de mensen trouwens die vragen of ik nog keto doe. Even tijdelijk niet. Dat is omdat ik binnenkort met iets nieuws ga starten. Maar dan hou ik jullie wel even op de hoogte. Want ik wil heel graag weten waar mijn lichaam dus goed of slecht op reageert. En daar een voedingsschema op maken. Een persoonlijk voedingsschema. En ik heb dus volgende week een afspraak daarvoor. Maar dan hou ik jullie allemaal even op de hoogte van hoe of wat. En dan weten jullie dus mee wat mijn nieuwe voedingsschema gaat worden. Ik wil de hele tijd aandacht. Wat is er? Wat is er? Zij wil zeker naar buiten. Ik weet het zeker. Kijk maar. Zij wil naar buiten. Zuster. Weet je hoe laat het is? We naar buiten. Doei. Dan doe ik gewoon de deur dicht. En dan gaat ze zo met jou als ze naar binnen wil. Nee, jij wil binnen blijven. Zo, ik heb inmiddels mijn gezicht gereinigd en ingesmeerd met mijn nieuwe crème van LMS. Die in de adventkalender zat van Look Fantastic. Ik ben heel erg tevreden met de crème van LMS. Het is echt wel wat voor mijn huid, merk ik. Maar ik heb me klaargemaakt voor bed. Ik ga gelijk gewoon naar bed. Ik denk dat ik ook gewoon met deze handdoek vandaag ga slapen. Maar haar is nog niet droog en ik wil mijn haar niet feunen. Dus ik hoop dat jullie mijn vlog voor vandaag een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen.